eigenlijk een heel bijzonder moment. Hè? Je bent al jaren zijn we bezig met de verbouwings- en vernieuwingsplannen. Ja, en dan komt alles samen in zo'n voorlopig ontwerp. En dan ben je natuurlijk ongelooflijk nieuwsgierig naar hoe dat door de stad ontvangen wordt. Ja, dus het is echt een mijlpaal. En ik vind het heel bijzonder om te zien hoe het architectenteam, zowel het museum als het monument, op een hele bijzondere en krachtige manier en prachtige manier ook samenbrengt. Ik vind het een prachtig ontwerp. Ik vind het heel erg knap dat je op deze manier al die eisen met elkaar kunt verbinden. Je hebt natuurlijk een monumentaal pand wat je wilt restaureren. Je wilt dat het duurzaam wordt. Je wilt dat het toegankelijk wordt. Je wilt dat het museum echt een mooi en aantrekkelijk museum wordt. En dat moet je allemaal met elkaar zien te vervlechten in dat oeroude pand. Ja, dat is prachtig gelukt. Ik vind echt een ontwerp waar je alle respect voor moet hebben naar de ontwerpers. En eigenlijk kunnen we zeggen dat we wel behoorlijk veel complimenten hebben gegeven voor de puzzel die ze hebben opgelost. We hebben ons daar lang mee bezig gehouden. Dus we weten behoorlijk goed waar de problemen zitten. En daar zijn hele goede en creatieve oplossingen voor gevonden. Ik vind die entree vind ik echt heel mooi. Ik denk dat het straks echt een hele mooie plek is om binnen te komen. En ja, waar ik mij heel erg op verheug is dat je nog veel meer gaat ervaren dat je een klooster bent. Want dat is natuurlijk toch wat het hier is. Hè? Dit pand was een klooster en mensen waren hier in een mooi en sereen gebouw. En straks als die luiken open gaan, dan gaan we dat veel meer ervaren. En daar verheug ik me echt op. In dit raam komt een nieuwe entree. Dat is dus eigenlijk het nieuwe deel wat erbij gebouwd is. Het raam is ook iets hoger dan de andere, waardoor je meteen ook al op hoogte het museum in kan komen. En daardoor lossen we het eerste hoogteprobleem op. Op de begane grond zijn al meer dan 30 verschillende niveaus. En we hebben door dat we dit iets hoger leggen en zo in één keer naar binnen kunnen. En op andere plekken slimme heflatoos en liften toe te passen, kunnen we het hele museum toegankelijk maken voor bezoekers in een rolstoel. De ingang zoals die nu is, kent veel problemen, zoals ook benoemd is vanavond. En ik denk dat het zeker een goede oplossing kan zijn om die aan de Prinsentuin te situeren. Om ook die Prinsentuin meer aandacht te geven, meer in het licht te zetten. Maar ik vind het toch ook lastig om dat te zien hoe dan de herkenbaarheid vanaf de Oude Delft wordt verbeterd. Want die herkenbaarheid die is er eigenlijk op dit moment al niet. Veel mensen weten niet hoe ze naar de ingang van het museum moeten komen. En door de ingang nog verder naar achter te plaatsen en om de hoek te plaatsen, neemt die herkenbaarheid misschien alleen maar af. Dus ik denk dat het belangrijk is om daar ook goed over na te blijven denken. Ja, hier gaan we de luiken openen. Je ziet de gevel hier is vrij gesloten en dat is bijna overal in het museum is dat het geval. We maken het meer open. Dat betekent dat mensen naar buiten kunnen kijken en dat er daglicht naar binnen valt. Waardoor het museum veel prettiger in de stad zich toont. En waardoor het ook veel mooier wordt om binnen rond te lopen. Waardoor je, omdat je naar binnen kunt kijken, naar buiten kunt kijken, het prachtige monument kunt zien. En ook bijvoorbeeld aan deze zijde op de eerste verdieping en hier een glimp op kan vangen van de Oude Delft. Wat natuurlijk ook een prachtige plek in de stad is. Wij hebben als visie neergelegd dat het museum echt moet verbonden zijn met de stad. Dus dat de Delftenaar die heel simpel gezegd over de Föningstraat rijdt, ziet dat daar iets gebeurt, dat daar een museum is, dat ze daar welkom zijn, dat ze in die tuin kunnen gaan zitten, dat ze naar het café kunnen gaan, dat ze naar de winkel kunnen gaan om een cadeautje te kopen. Die verbinding vinden wij echt heel belangrijk. Ja, de ingang komt bij de tuin. Ja. Alleen de feitelijke ingang die ligt voor een deel natuurlijk aan de Föningstraat. En daar is niks over bedacht. Nee, dat klopt ook inderdaad. Het architectenteam heeft zich nu inderdaad gebogen over het pand zelf, het museum, het monument, het Prinsenhof. En nu ontstaat inderdaad een hele nieuwe fase waarin we op zoek gaan naar hoe je die tuin en die entree aan de Föningstraat, hoe je die zo aantrekkelijk mogelijk vorm kan geven, waarin er ruimte is natuurlijk voor een terras van het museum, maar waarin ook die zo voor Delftenaren geliefde plek, die zich op een goede manier gaat ontvouwen. En daar hebben we echt de hulp van een landschapsarchitect voor nodig. Onder doorgang van die poort is een slimme truc, waardoor je veel meer mogelijkheden hebt om die stukken van het gebouw met elkaar in verbinding te brengen. Daar hebben we ook over zitten puzzelen. Het probleem is namelijk dat deze zaal op een bepaalde hoogte is, hier komt de ontvangst. En dan moet je een aantal treden omhoog om door de gang te gaan en dan weer de treden naar beneden.
En dan kom je weer in het museum uit. Ja. En dat obstakel willen we eruit halen, waardoor je op één niveau die verbinding kan maken. Want dat is ook belangrijk, want hier aan de andere kant komt het museumcafé. En dan heb je ook een makkelijker toegang tot het café. Dat budget van 38 miljoen is er nog niet. Dat moet nog worden aangevuld met additionele fondsen. Als ze dat niet redden, of door allerlei andere onvoorziene omstandigheden of prijsstijgingen, wordt het budget moet veel hoger worden. Wat sneuvelt er dan? En is het dan de landschaparchitect die dan een mooie visie en een mooi plan bedenkt? Maar dat er wordt gezegd, ja, alles wordt goed en wel, maar de voorzetramen zijn toch belangrijker dan die paar planten in de tuin. Nou, we hebben echt een hele goede afweging gemaakt. Wat is nou reëel om te verwachten aan gelden die we nog krijgen van derden, van Rijk en provincie, van sponsoren, van fondsen, van anderen. En die analyse heeft laten zien dat 10 miljoen wel een reëel bedrag is wat we kunnen verwachten. Dus het is heel goed dat we dat als uitgangspunt hebben genomen. Tegelijkertijd hebben we gezegd, we moeten ook kunnen afschalen als het niet lukt. Het is nu nog te vroeg om te zeggen waarom dan, maar die mogelijkheid zit altijd in het ontwerp. Wat zijn nu de grote risico's in het project op dit moment? Nou ja, we zijn sowieso nog in een betrekkelijk vroege fase. Dus in een fase van een voorlopig ontwerp en de verdere uitwerking daarvan kan er nog van alles gebeuren. Mm-hmm. We hebben natuurlijk die zoektocht naar het geld te doen. We hebben er vertrouwen in, maar we moeten daar wel ongelooflijk hard voor werken. Daarnaast, daarin zijn wij niet uniek, maar daar hebben alle projecten in Nederland op het ogenblik mee te maken. Zitten we in een tijd met veel inflatie en is het ook maar de vraag op het moment dat wij daaraan toe zijn of er ook voldoende aannemerscapaciteit beschikbaar zal zijn om het project te realiseren. Wim van Leeuwen van onze adviesgroep zit in de Raad van Advies, dus die heeft daar ook over mee kunnen denken. Maar ze hebben steeds echt heel erg benadrukt dat hij dat op persoonlijke titel moest doen en dat dat niet namens de adviesgroep was. En dan denk je, ja, waarom? Waar ben je bang voor? Dat was eigenlijk misschien wel onze belangrijkste gedachte. Niet boosheid, niet kritiek, maar waar ben je nou eigenlijk bang voor? Wat is nou het probleem? Leden van de adviesgroep Prinshof zijn pas donderdag geïnformeerd. Wat is daar de reden van? Ja, de reden is dat we, dat hebben we in de presentatie ook gehoord, echt een hele ingewikkelde zoektocht hebben gehad naar het oplossen van alle vraagstukken die opgelost moeten worden om tot een voorlopig ontwerp te komen.